En dat zijn ze. Oh nee, dat knoppen stond er hier. Sorry. We hebben ook een zeer grote groep nu hier aanwezig vandaag. Het zelfstandigste binnen deze groep is dat onze drie kleine Belgjes vandaag aanwezig zijn. De Griffon Belg in het zwart, de Griffon Brusselma in het rood en de Petit Poisson, de niet-wielaar van de drie. In de selectie krijgen we de standaard poedel wit. En voor de poedels had men al hetzelfde kunnen doen als voor de tekkels. Ze zijn met zodanig veel dat men ze al even goed een aparte rasgroep kan geven. We hebben daar vier verschillende groottes. De standaard, de dwerg, de midden, de dwerg en de toy. En de dwerg zwart en de toy zwart komen dan ook in de selectie. De Chinese Crested komt erbij, de Lhasa Apso. En dan zien we hier de standaard poedel wit, afkomstig van Frankrijk. In Frankrijk noemt men een poedel ook wel caniche. En het eerste deel van dat woord verwijst naar canard. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat poedels vroeger ook gebruikt werden als jachthonden. En dit dan ook meer bepaald op watervogels. Hier zagen we dan de dwergpoedel zwart. Dan zien we hier de toypoedel zwart, de kleinste van de vier variëteiten. Ze komen daarnaast ook nog voor in het wit, in het abrikoos, in het chocoladebruin, grijs, zwart. En ik denk dat we er dan zo wat zijn. En ondertussen hebben ze ook nog een meerkleurige in het leven geroepen. Krijgen we de Chinese Crested Dog. Niet afkomstig van China, maar vanuit Afrika. Nu zou het ze misschien niet aangeven, maar dit waren ongediertevertelligers vroeger op de handelsschepen. Zo zijn zij ook vanuit China in Afrika terechtgekomen. Of eigenlijk vanuit Afrika in China terechtgekomen. Krijgen we de Lhasa Apso. Lhasa Apso is een van de vele Tibetaanse rassen. We hebben er al een paar tegengekomen vandaag. En ze zijn ook allemaal op een of andere manier met elkaar in contact gekomen. Lhasa Apso was ook de hond van de adellijkere mensen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tibetaanse spaniel en de Tibetaanse terrier. Komen we aan onze laatste geselecteerde, de Franse bulldog. En de Franse bulldog vindt dan weer meer zijn roots in Engeland, maar het is in Frankrijk dat dit ras volledig is geworden tot wat hij nu is. Hij behoort in groep 9 ook tot de sectie van de kleine molossers. En in deze sectie... Doop-d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 oop